Dit is het laatste wel van de vakantie. Ik ben vandaag in Amsterdam geweest met mijn moeder. En daar heb ik best wel veel geshopt. Ik heb sushi gegeten bij de Genki. Echt love sushi. Ik ben zo verslaafd aan sushi. Mocht je het nog niet weten, is mijn lievelingseten. Maar we gaan gewoon lekker beginnen. Want anders duurt deze shop nog heel erg lang. Want ik heb best wel heel veel gekocht. Het is ongeveer 2 jaar geleden dat ik voor het laatst geshopt heb in Amsterdam. Want ik ga natuurlijk altijd naar de Beauty Gloss Party. Maar dat is altijd maar 1 keer per jaar. En dan heb ik echt tijd om te shoppen verder. Dus het mocht wel weer. En ik had allereerst een nieuwe broek nodig. Want die van mij die werd een beetje versleten. Ik moest gewoon even 1 nieuwe broek erbij. En nieuwe schoenen. En die heb ik gekocht. En nog heel veel verder beauty dingetjes. Want Amsterdam is de beautystad. Dus we gaan gewoon lekker beginnen. Ik zal beginnen met mijn nieuwe schoenen. Bij de Food Locker. Ik wilde namelijk heel graag nieuwe Nikes. Ik wil graag nieuwe Nikes. Witte. Maar ik heb best wel grote voeten. Schoenen. Nee, voeten. Ik heb namelijk maat 42. En dat zijn ze best wel groot. En toen zag ik ook nog, het lijkt mijn voeten best wel groot. Toen zag ik ook nog deze schoenen liggen van Adidas. Kijk hoe mooi. Ik heb al geen van Adidas, maar die passen niet meer. Vind ik echt heel erg jammer. En deze zaten echt super goed. Ze hebben een soort van sleehak als het ware in de zool zitten. Dus dat is echt wel top. En deze spray kocht ik ook nog bij. Dit is de Ultra Protector. Dat gaf ze als tip om dat dan in te sprayen 2 keer in de maand. Zodat mijn schoenen gewoon mooi blijven, waterdicht en zo. Dus ik vind ze echt heel erg leuk. En ze waren maar €45. Hoe cheap? Ja, €45. Ik weet ook niet waarom. Blijkbaar hadden ze dikke uitverkoop. Maar ze waren dus eerst 49. Nee, 94. En nu 45. Ja, ik weet ook niet wat de mis was. Maar ik dacht, ik hou mijn mond dicht. Tot €45 voor nieuwe Nike's vind ik niet. Of nieuwe Adidas schoenen. Vind ik niet duur. Maar ik ben er wel heel erg blij mee. Ik denk dat jullie nog wel een keer voorbij zien komen in Outfit of the Day of zo. Het komt wel goed. Ze hebben in ieder geval nu gezien. En ik ben nooit zo heel erg van schoenen normaal. Maar ja, weet je, ik heb de gimpen van Van Haren die ik laatst kocht. Maar die zitten gewoon, het zijn gewoon niet schoenen om mee te lopen. Ik moet gewoon echt goede schoenen waar ik gewoon de hele dag op kan lopen eigenlijk. Dus dit zijn mijn nieuwe gimpen. En dan die spray, dus iets van €7 of zo. Maar dat is wel een aanrader als je schoenen wat langer mooi wil houden. Dan ben ik bij de Levi's geweest, want Vera Camilla postte een tijdje geleden op haar website, veracamilla.nl, dat zij een nieuwe high-waisted jeans had gekocht. 2. Ik ben even kwijt waar die andere van was, maar in ieder geval van Levi's eentje. Dat was deze, dat was de High-Rise Skinny. En dit is mijn nieuwe broek. En ook deze ga je nog wel een keer in de Outfit of the Day langs komen, want ja, een broek voor een outfit shot vind ik dan weer wat lastiger. Hij is in ieder geval donkerblauw en best wel hoog model. Hij zat in mijn taille wel wat strak, maar het is echt onwijs stretchy, zoals je kan zien. Ik geloof me, hij is heel stretchy. Hij zat verder namelijk prima, alleen in mijn taille was hij wel wat strakjes. Maar ja, dat model is natuurlijk ook weer anders dan een gemiddelde broek. Maar deze is dus, het is niet dat hij op mijn navel komt, maar hij zit wel iets net niet in mijn navel, als het ware. Dus hij is behoorlijk high-waisted en ja, dat vind ik eigenlijk wel fijn, want ik heb best wel slanke taille. Alleen mijn heupen zijn wat breder en ik heb een klein beetje een buikje. Dus dan vind ik het wat mooier om een hogere broek te dragen. En ik had ook nog geen donkerblauwe jeans, want ik weet niet of je het kan zien, maar ik heb altijd lichte jeans aan. Ik dacht, nou, donkerblauw, dat is ook wel een keer leuk. En hij was €89,95 en dat is niet goedkoop. Maar voor Levi's vind ik het wel altijd doen, want Levi's broeken zijn echt. Dan ben ik nog bij de make-up studio geweest. Ja, make-up studio, ik heb alles gezien. Echt alles. Dus daar kocht ik een nieuwe fanbrush. En als jullie wel denken, je had er toch al een? Dat klopt, ik had zeker een fanbrush van Zuva. Normaal heb ik namelijk een fanbrush van Zuva. Die heb ik nu even daar liggen. Dat is zeg maar zo'n kwast, zo'n waaierkwast. Daar haal je fallout mee weg. Nou, het Nikki van Nikki Tutorials laatste filmpje dat ze haar fanbrush gebruikt om highlighter aan te brengen. Toen dacht ik, nou, dat was wel een goed idee. Want ik had best wel dikke lijn met highlighter. En met zo'n fanbrush is het natuurlijk echt super dun. Is dat ideaal? Dan wou ik eigenlijk een maatje groter. En dit was zeg maar. Heeft dit verder nog een naam? Nee. Je hebt een zwarte lijn en je hebt een witte. Volgens mij is die andere een studio lijn. Maar deze was €14,90 en die andere was €20,19. Dus deze was wel iets goedkoper. En dit wilde ik heel graag proberen.
Hij is ook best wel lekker zacht. Hij is, alleen de andere was net iets breder, iets meer fluffy. En dit was iets meer petit. Maar ja, hij ziet er wel mooi uit verder. En ik ben wel heel erg benieuwd of ik mijn 5 ben. Dit is mijn eerste kwast van Make-up Studio. Dus ga niet vragen, zijn de kwast van Make-up Studio fijn? I don't know. Ik vind de kwast qua prijs wel iets beter dan MAC persoonlijk. Want ik vind, ja, op zich ziet er wel goed uit. Hij is lekker zacht. En ik denk wel dat het resultaat zal geven wat ik wil. Dat is wel de bedoeling. En de missie is geslaagd. Want het is bijna onmogelijk om een goedkope fanbrush te vinden. Zoals MAC heeft er geen. Dus ja. Dat is in ieder geval die. Dan ben ik nog geweest met Forever 21. Sorry dat ik er zin in. Zoals je weet zit er Forever 21 dan in Amsterdam. De persoonlijkheid in Amsterdam. Zoals jullie weten zitten we voor Forever 21 sinds kort in Amsterdam. Volgens mij niet bijna een jaar, als ik het goed heb. Alleen, het viel me een beetje tegen. Ik denk dat heel veel mensen me nu gaan haten als ik dit ga zeggen. Maar het viel echt een beetje tegen. Heel veel kleren zijn echt heel smal, heel kort. Ik ben 1,90, dus heel veel tops zijn bij mij gewoon eigenlijk klein. En ja, ik heb gewoon best wel brede heupen af en toe. Dus de broeken zitten allemaal veel te strak. En nee, qua kleding is het helaas niet mijn winkel. Vind ik wel heel jammer. Maar daar moet ik als doei zeggen. Alleen qua accessoires en pyjama's was het wel heel erg leuk. Dus die heb ik wel gekocht. Er zitten nog meer dingen in. Dus ik haal even degene eruit die geen Forever 21 zijn. Allereerst is er dit super cute toilettasje. Met konijntjes. Ik vond hem zo leuk. En ik vond het maatje vooral zo lekker. Want ik heb natuurlijk een hele grote van de Kruidvat. Dit heb ik al een keer in de shop nog laten zien. Maar deze is eigenlijk net een klein maatje kleiner. En alles kan staand erin. Dus ideaal. Ik vond hem ook wel super cute. Hij was wel €7,95. Dat is wel €8. Toen dacht ik van, voor een toilettas. Maar ik vind hem wel heel stevig qua materiaal. En ik kan gewoon echt super veel in. Dus dit is gewoon echt ideaal. En ik vond hem ook heel erg schattig. Dus ik ben toch wel blij dat ik hem gekocht heb. En dan nog het eerste en het laatste kledingstuk. Dat is deze pyjama. Zo'n jurkje. Eigenlijk is het niet echt een pyjama, meer een jurkje. Be My Happily Ever After. Gewoon lekker voor 's avonds in bed. Gewoon niet te warm voor deze winter, is dat gewoon prima. Ze had ook een hele leuke met ijsjes, maar die was weer te klein. Ja, ik ben gewoon niet zo heel erg smal zoals het gemiddelde dames. Dus heel jammer, maar het is niet anders. Dan heb ik nog wat sieraden gekocht bij Forever 21. Allereerst gewoon zilveren ringen. Deze heb ik eigenlijk altijd wel. En die van mij zijn een beetje versleten. Een beetje bruin geworden eigenlijk. En deze waren maar €2,95. Dus vond ik, of zijn ze maar 2,50? Nee, 2,95. En je zult wel denken van, wow, die zijn best wel heel erg groot. Maar dit draag ik dus echt best wel vaak. En bij mij zie je het niet echt. Want ja, mijn haar valt er vaak overheen. En ja, het valt gewoon niet zo op. Maar ik vind deze altijd heel erg leuk. Die van mij waren gewoon echt niet mooi meer. Dus ik dacht, dan heb ik twee kettingen gekocht. Allereerst deze. Ik zag deze hangen. En ik deed ze gewoon zo bij mijn shirt. Toen dacht ik van, oh, dat is perfect. Dit is namelijk een madeliefje. Kijk dan. Super cute. Ik heb echt een madeliefje. Vind ik zo schattig. En deze was maar €5,90. Maar zeg nou zelf bij deze outfit, hoe leuk. Met de spijker. Ik vond het echt super leuk. Dit is een madeliefje. Ja, ik vond hem heel erg cute. Ik had ook niet echt verwacht dat ze dat hadden bij Forever 21. Wat ik wel nadeel vind, is dat ze heel veel gouden sieraden hebben. En ik denk dat het wel opvalt. Ik ben niet echt van het goud. Tenminste, iedereen zegt dat ja, goud staat je beter. Ik heb namelijk een paar oorbellen waar een beetje gouden details in zitten. Dus ik dacht, nou, dan probeer ik het een keer. Maar ik vind het persoonlijk altijd een beetje te geel in mijn gezicht. Maar het kan wel. Dan heb ik nog deze ketting. Deze was €12,90. En dit is zeg maar mat. Het gaf wel weer een soort edgy-achtig effect. Wat ik wel heel erg vond, is dat de kettingen allemaal heel, heel krap zijn. Dus ze zitten echt gewoon zo. Voor mij zijn ze zelfs nog korter. Dus het zijn niet echt van die lange kettingen. Of ze zijn heel lang, die kettingen, of heel strak. Ik heb ook echt van die halsbanden gezien. Dat ik echt dacht van, Ze hebben echt wel veel steven necklaces, maar heel veel goud. Als je er niet van houdt, is dat niet echt een aanrader. En ja, voornamelijk gewoon heel veel dat ik dacht van, nee. Heel veel kralen en dingen. Soms een beetje tuttig. Maar ja, je moet er maar van houden. Kijk, als je het leuk vindt, dan wens ik je veel geluk toe met die sieraden natuurlijk. Kijk, als je het leuk vindt, dan is het natuurlijk hartstikke fijn. Alleen ja, het is niet helemaal mijn smaak soms. Ik krijg dan meer van wat extravagante sieraden. Dan vond ik nog deze oorbellen. En die vond ik echt super leuk. En deze waren maar €4,90. Ze zijn wel goud zoals je ziet. Maar dit vind ik bij mijn haar dan bijvoorbeeld wel weer leuk. En kijk, bijvoorbeeld om mijn nek echt goud vind ik dan weer minder. Maar dit vond ik vooral al die
hokjes in elkaar gewoon erg leuk. En dat voor €4,90. Ik denk, nou, dat is gewoon een koopje. Dus dat was Forever 21. Ja, dat was het. Ik had er meer van verwacht. Ik wou ook nog zo'n playsuit kopen, zeg maar zo'n broekpakje. Maar dat was ook niet in mijn maat. Nee, het is meer echt voor wat meer petite meisjes. Dat geef ik alvast als tip. Het is wel heel erg leuk met sieraad. Het is echt wel een leuke winkel. Maar ik, ja, niet alles paste. Nou, jammer. Er zijn al veel meer winkels, dus we doen het moeilijk over. Dan ben ik nog bij de Urban Outfitters geweest. Dat zit volgens mij ook echt alleen maar in Amsterdam. Ik weet het niet zeker, dus daar kocht ik al eerst. Jongens, lip balms. Ze verkopen het bij de Urban Outfitters. Yay. Jullie weten dat Klaas in Maastricht al Honeysuckle Honeydew kocht. I'm in love. En toen hingen hier dus ook 4 smaak Sweet Mint, maar die heb ik al. Blueberries, Strawberry Sorbet en Lemon Drop. Dus ik zeg tegen mijn mams, ik doe mijn ogen dicht, kies jij maar wat uit, want ik vind het allemaal lekker. En toen zei ik ook Lemon Drop, dus deze is geel en deze ruikt naar lemon. Ze hebben trouwens ook allemaal SPF 15, dus dat is altijd wel handig. En ze zijn gewoon echt super fijn, die eitjes zijn ook gewoon zo leuk. En deze was €8. Zag ik dat goed, €8? Ja. En deze was €8. Ze zijn dus wel iets duurder dan in Maastricht, maar jammer dan. Dan kocht ik deze elastiekjes. Invisibobble. Volgens mij is het Invisibobble, maar ik vind het zo'n lastige naam. Ik kocht laatst een soort van dupes bij de Solo. Die heb ik inmiddels echt wel heel veel gebruikt. En ik dacht, wat is nou het verschil? Dus ik wilde deze graag proberen. En dan vind ik €6,50 voor elastiekjes best wel duur. Maar ik dacht, ja, weet je, iedereen is zo enthousiast. Ik wil het gewoon een keertje proberen. Of voor jullie uit te testen wat beter is. Kun je ze beter bij de Solo kopen voor 80 cent. Of 3 van die dingen voor €6,50. Ik bedoel, het is wel een stuk beter voor me. Kijk hoe gezond mijn haar eruit ziet. Echt top. Dus het zijn wel echt hele fijne elastiekjes. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe deze bevallen. En dan kocht ik nog als make-up lover, hair lover, catwalk lover. Dit te gekke boek. Kijk dan. In de voorkant al, blauwe lippen. Love it. Met je Kesha achter, vond ik. Het is The Craft Did Hair and Beauty. Het is gewoon echt een heel tof boek. Ik weet niet, ik zag het liggen en ja, ik weet niet. Het zegt gewoon heel veel gave platen en zo. En deze was €15. Ja, gewoon, het trok me gewoon heel erg. Heel veel handige dingen staan erin. Hier, How to Make a Wing Liner. Oh, ik heb ze mijn vinger op de wing liner. Gewoon echt super toffe platen. Ik bedoel, hallo, een modern lip. Blauwe lippen. Hier, Sexy Funky Non-Brightest Mary Updo. Handig om je haar op te steken. Nee, ik vond het echt een leuk boek. Dat is €15 niet heel goedkoop voor een boek. Maar, dat is wel redelijk. Maar ik vond het gewoon super leuk uit. Ik dacht, ik hou van beauty, ik hou van haar, ik hou van catwalk. Ik neem dit boek mee. Dus Urban Outfitters, qua kleding vind ik het echt belachelijk duur. Want ik zag een leuke blouse hangen, dat was €50. Toen dacht ik, nou, dat had ik nou ook weer niet uit willen geven. Dat was wel weer een domper, maar ja, toen zag ik deze ding liggen. Toen was ik, nou, Urban Outfitters best wel chill eigenlijk. Toen ben ik ook nog bij de gigantische Douglas geweest. Ga daar naar binnen als je beauty lover bent. Die gaat echt, it's heaven daar binnen. Echt, it's heaven. Dus ik dacht echt van, oh, Douglas. Die is echt zo mooi in de Kalverstraat. Oh, dat is de Kalverstraat trouwens. Dus nou, daar ben ik dan geweest. Daar heb ik niks gekocht. Want ja, dat ben ik natuurlijk Mac. En ik ging al naar de Pro Store op de Heilige Weg. Dat was trouwens de zijstraat van de Kalverstraat. Mocht je dat niet weten, ik wist dat nooit. Nu weet ik het wel. Dat wist ik eigenlijk al langer dan nu. Maar ik wist het op een gegeven moment niet. En nu weet ik het wel. Dus dat is wel even een tip als je daar graag heen wil. En in die straat zit ook de make-up studio. Dan ben ik ook bij de Floormar geweest. Ik heb 3 tasjes. Omdat ik... Nou, ik heb met mijn moeder geshopt, dus mijn moeder heeft hier ook haar spullen in zitten. Ik heb alleen geen bonnen hier, die liggen beneden. Volgens mij, tenminste mijn moeders bon ligt beneden. Maar zij kocht een oogschaduw en volgens mij, als ik het goed heb, was deze 3, 4 of 5,95. Eén van de twee. Ik dacht 4 of 5,95. Echt een super mooie kleur. Ik zeg, mam, als jij die koopt, mag ik hem af en toe vast wel een keer van je lenen. Dan hoef ik hem namelijk ook niet te kopen, want dat vind ik dan weer zo'n onzin. En dit is de kleur, dit is trouwens de Terracotta Mono Eyeshadow in E12, als ik het goed heb. Hele mooie, beetje groen metallic kleur. Ja, echt, echt waar ik van hou. Floormar is overigens Italiaans, dus eigenlijk net Kiko. Want ik kwam binnen en dacht, waar doet dit merk me aan denken? Het is net Kiko en inderdaad, het is Milaan waar ze vandaan komen. Dus het verbaasde me ook helemaal niks.
En mijn moeder kocht ook nog dit Flormar Waterproof Lip Pencil in 232. Dus een rode kleur. Dus mam staat dat redelijk bescheiden. En Germaine gaat dat helemaal los. Ja, ik ben wat dat betreft echt een beauty shopper. Want ik ben gewoon echt sick in mijn hoofd soms. Ik kocht allereerst... Oh, ik zal het bonnetje gewoon even bijpakken. Want ik heb nog wel de bon. Allereerst kocht ik deze superleuke lipgloss. Deze was een aanbieding. Deze glossjes. Dit zijn de Pretty Lip Glosses. Een beetje een koraaltint is dit. Dat is echt wel een heel leuk kleurtje. Dit is nummer P820. Zeg ik het goed? Volgens mij wel. Ja, ik vind het lastig dat ze die namen hebben. Volgens mij is het P820. En deze lipgloss was maar €2,95. Toen dacht ik, holy crap. Je bent mooi. Je ziet er leuk uit. Je bent maar €2,95. Ik denk, ja, jij gaat mee. Dan kocht ik deze super mooie oogschaduw. En zou je denken, weer groen? Ja, weer groen. Maar deze was echt heel erg mooi. Je weet dat ik al heel veel oogschaduw heb. Weet je het niet? Bij deze, ik heb veel oogschaduw, veel lipgloss. Ja, ik hou er gewoon van. Ik ben gewoon echt een oogschaduw en lipgloss freak. En ik vond deze kleur zo verschrikkelijk mooi. Dit is echt een beetje dat legergroene. Het deed me heel erg denken aan die Heavenly Creatures collectie van MAC van vorig jaar augustus. Een beetje die planeetjes. En dit is de Diamond Terracotta Eyeshadow in nummer D07. En oh, het is zo'n mooie kleur. Ik ga hier nog een keer look mee opnemen. Ik denk sowieso dat ik met de spullen die van Flormar heb gekocht ooit nog een keer look wil opnemen. Het ziet er echt wel. Flormar is echt leuk, serieus. Oh, Kalverstraat 138. Dus het zit een beetje in het midden. Het zit helemaal achterin, maar een beetje halverwege. Volgens mij zat het vlak bij de Douglas, als ik me niet vergis. Of het zit ervoor of erachter, maar in ieder geval daar ergens. Dan kocht ik nog 3 lipproducten, hoe voorspelbaar. Ik kocht ook 2 lipontloden. Ik kocht 0B4. Beetje kersenrood roze, want ja, ik hou echt niet van baksteenrood, dat staat me gewoon niet. En 0B4. Ja, die naam is echt irritant. Beetje nude roze is die, deze. En dit is een beetje kersenrood roze. Dit zijn waterproof lippotloden, staat er. Dus ja, ik heb niet zo heel veel lippotloden. Dus als jullie al... Nee, dat filmpje ga je nu nog zien. Of hebben jullie al gezien? How to make the perfect lips. Nou, zeg maar, goed lippotlood is handig. En Flormar is best wel goedkoop. De lippotloden zijn in ieder geval €3,95. En die oogschaduw was €6. Dan heb ik hier nog de lipstick... Cashmere Stilo in de kleur DC25. Allereerst een gouden lipstickhuls. Heaven! Mooi. En deze prachtige kersenrood-roze kleur. Op de camera lijkt iets meer bruin. Hij ziet echt een beetje meer rood. En hij is Drop Dead Gorgeous. Dus ik ga hier nog wel een keer iets van een look of zo mee doen. En nu de klapper van allemaal. En ik zag deze liggen. En ik dacht... Hey, dat lijken net Pat Midwest Skin Finishes. En ik zag ze liggen en eentje die vond ik echt heel erg mooi. Toen dacht ik, ja, dat is echt iets voor mij. Maar toen keek ik daarachter om hem te kopen en toen zag hij er heel anders uit. Dus mijn moeder zei, ja, voor mij is het gewoon overspray. Nou, maakt me niet uit, het is een prachtige highlighter. Look at this beauty. Het is jammer dat het nu wat donkerder wordt. Ik zou hem even een beetje in het licht moeten houden. Maar kijk even hoe mooi dit is. Echt zo'n planeetje. Super mooi. Ja, alleen de verpakking vond ik maar heel erg gaaf. De Flormar doosjes zijn best wel leuk. Kijk, het is wat eenvoudig, maar het is een beetje kiko. Dus het ziet er wel mooi uit. En zoals jullie weten zijn die Mirla Skin Finish iets van €25, €30. Voor mij is het wel iets duurder, ik weet het niet zeker. Oh, dit is gaf nummer 25. Marble Pink Gold. Hallo, Pink Gold. En deze was €12,95. En die lipstick was overigens €6,95. Voor mij heb ik nu alles gehad, ja. Maar toen wilde mijn... Maar toen wilde mijn lieve mama, die wilde nog heel erg graag even naar de H&M. Dus ik ging nog één keer de Flormar in op dat terugweg. En toen dacht ik van, hé, die blush daar, die is best wel mooi. En dat was inderdaad een hele mooie blush. Dit is namelijk de Blush on Blush in nummer 91, Sunny Coral. Raar dat die blushes en die poeder wel namen, vind ik persoonlijk. En het is gewoon... Die kwast kan ook wel gelijk uit. Sorry, ik hou niet van kwasten die erbij geleverd... Ik hou niet zo van de kwastjes die erbij geleverd worden. Er ligt niet aan Flormar, maar dat vind ik gewoon verschrikkelijk. Het is deze kleur. Het is een dupe
van Nars Orgasm. Ja, ik weet het niet zeker. Hij staat ook niet bekend als de Duke van Nars Orgasm, lijkt mij. Maar ja, de kenners zullen wel weten wat ik bedoel. Dit is echt zo'n mooie blush. En ik hou echt niet van blush. Begrijp me niet verkeerd. Ik heb gewoon te veel acne op mijn wang altijd. Maar deze is echt prachtig. Ja, echt super mooi. Dus ik heb nu zoveel Flormar gekocht. Dat er dus binnenkort echt een look gaat komen met Flormar. En ik weet zeker dat deze blush en die poeder en die lippotlouden, alles, dat dat echt favoriet wordt. En die blush die was normaal gesproken 7,95 en nu was die 5,50 euro. Dus dat was wel weer fijn. Hij is dus nu in de aanbieding voor 20% korting, zeg ik dat goed? Ja. Maar het is dus tijdelijk, dus normaal is die 7,95. Nou, vind ik ook nog wel redelijk, want hoeveel gram zit er nou in? 6 gram, nou dat is best wel redelijk. En die poeder is overigens 9 gram, dus dat is ook best wel veel. Als je over na het is, Flormar echt super goedkoop. Ik ben echt heel erg blij dat ik het gevonden heb. Want ik kwam binnen en ik dacht... En nou, zo stond ik dan anderhalf uur in de winkel, denk ik. Maar dit zijn... Nou, oké, ik wil ze allemaal heel graag hebben. Maar één ding, dat moest ik gewoon hebben. Zoals jullie weten... Misschien nog niet. Ja, ik vind het lastig om te plannen met filmpjes. Dus je hebt het wel of niet gezien als ik het opneem. Heb ik laatst een everyday make-up look opgenomen. Waarmee ik de mijn nieuwe foundation van L'Oreal gebruikte. Dat is de True Match Foundation. Daar ben ik nu helemaal verliefd op. Thanks very much Nikki van Nick Tutorials. En zij gebruikt al super lang altijd vanilla pigment bij MAC. En ik zag hem. En ik swatchte hem. En hij was freaking in love, want dit is zo'n mooi pigment. Het is eigenlijk gewoon hetzelfde pigmentpotje. Dit is straks mijn tweede pigment. Ik heb er al eentje met Reflex Steel, is dat volgens mij. En zo ga je dat niet goed kunnen zien. Maar ik ga hem nog een keer gebruiken en dan ga je het beter kunnen zien. Swatches kan je opzoeken op internet, maar ik beloof dat ik het nog een keer ga zien. Maar nu, het is donker, dat ga je echt niet meer zien. Ja, het is inmiddels 9 uur volgens mij. Sorry als het een beetje donker is. Maar dit is dus het pigment van MAC in de kleur Vanilla. En dit is zo'n mooie highlighter. Ik kon niet wachten om morgen dit op mijn gezicht te smeren. Want Nikki zegt altijd, hoe meer vanilla, hoe beter je dag. Dus ik ben altijd super benieuwd. En Nikki heeft echt super goede tips gegeven al wat betreft make-up. Dus ik ben hier echt super benieuwd naar. En dit MAC pigment kost €24,50. En dat is niet goedkoop, ik weet het. Maar er zit wel 1,5 gram. Dus dat is echt een pot oogschaduw. Die zit helemaal gevuld met die kleur. Die gaat nooit op. Echt nooit. Dus wat dat betreft is het wel echt een investering. Dan heb ik ook nog de Studio Sculpt Concealer gekocht. Ik heb laatst een potje gekregen. Een tester van Clinique. Van de nieuwe concealer. Het is ook een beetje hetzelfde soort product. Maar die vond ik wat te droog. En ik weet dat deze concealer echt super populair is. Ik heb nu bijna alle concealers van MAC gehad. Hoe erg. Deze is €18. Vind ik dacht dat die echt duurder was, maar vind ik eigenlijk helemaal niet duur. Want dit potje bevat namelijk 5,5 gram en zit helemaal gevuld met concealer. Ik heb overigens kleur NW20. Dus dit potje. En deze concealer dekt super goed, echt waar. Ik heb hier altijd wat puistjes op mijn wangen en... Ik heb hem één keer eerder gebruikt en ik vond hem echt super fijn. Dus ik vind deze concealer echt... Love it, ja. Ik wilde hem gewoon heel erg graag hebben. En toen dacht ik even, ah, ik heb al vanilla pigment en het is al best wel duur. En toen dacht ik, oh, €18. Dus, ja, ik ga voorlopig even geen MAC shoppen. Dat is trouwens niet waar, want er komt straks een Kelly Osbourne collectie aan. En dan kan ik toch niet weer staan. Maar dit is in ieder geval weer genoeg beauty voor de rest van het jaar. Als je het filmpje vindt of je houdt heel erg van shoppen in Amsterdam, duimpje omhoog. Want... Ik ben dol op Amsterdam en mijn vader komt er ook vandaan. Dus ik ben stiekem wel een beetje een Amsterdammer. Ja, jullie kennen het accent niet, maar ik kan zo goed Amsterdam lullen. Dat weet je gewoon niet. Oké. Nou, dan wil ik heel erg bedanken voor het kijken. En als je mijn filmpjes leuk vindt, klik dan vooral op abonneren. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doeg!